Beste Sliedrechters, het Pinksterweekende is aanstaande en het beloven hele mooie dagen te worden, zomerse dagen. En ik kan me heel goed voorstellen dat de neiging is om erop uit te trekken. Maar helaas, we leven nog steeds in coronatijd en dan gelden nog steeds de gedragsregels van houd afstand en vermijd drukte. Ik sta hier in de kerkbuurt met heel veel ondernemers die de afgelopen tijd heel moeilijk hebben gehad en nog steeds. En ik wil ze ook een hart onder de riem steken. Ik merk nu ook bij de horecaondernemers, nu per 1 juni, Pinkstermaandag, de terrassen weer open mogen en de restaurants ook weer open mogen onder beperkende maatregelen, dat er wil er is om weer wat van te maken. En als ik zo hier in de winkelstraat sta van Sliedrecht, en dan past daar ook wel de boodschap bij van beste mensen, beste Sliedrechters. En wees loyaal en koop lokaal. En dan kijk ik ook naar verenigingen en naar sportverenigingen. Die ook langzamerhand weer meer ruimte krijgen. En er wordt van alles bedacht om dat ook binnen de beperkende maatregelen te gaan doen. Waardering daarvoor. En dan hopen we dat we ook weer dat met elkaar kunnen gaan oppakken. En dat geldt ook voor onze geloofsgemeenschappen. Per 1 juni komen er weer wat meer ruimte. 30 mensen totaal. En per 1 juli worden dat er 100. Laten we kijken hoe we daar de komende tijd verder mee om kunnen gaan. Sliedrecht is een zorgdorp. Er zijn heel veel zorginstellingen in Sliedrecht. Er zijn heel veel mensen die ook vanuit die zorginstellingen toch een lastige tijd achter de rug hebben. En wellicht nog steeds. En op dit moment wil ik ook graag de zorgmedewerkers danken voor alle inzet de afgelopen tijd. Het was grandioos, het was geweldig. Heel veel waardering daarvoor. En ik hoop dat de komende tijd er ook wat ruimte mag komen voor rust, ook voor jullie, dat je een beetje op verhaal mag komen. En zo ook het onderwijs. Het onderwijs wat nu ook meer ruimte gaat krijgen. En onlangs had ik contact met directeuren van alle scholen in Sliedrecht. En als ik merk met wat voor passie zij bezig zijn met het onderwijs, met de kinderen. En proberen de kinderen weer naar de zin te maken binnen de mogelijkheden die er zijn. En in deze tijd, beste Sliedrechters, blijven we elkaar nodig hebben. En dat beroep wil ik graag op u doen. Houd afstand, vermijd drukte. En laat ik tot slot tegen u zeggen, en laat de boodschap van Pinksteren u inspireren in de omgang met elkaar.